toch? Oké. Ah, u komt voor de aankoopkeuring, toch? Eerlijk gezegd sta ik zelf ook een beetje te kijken van deze service. Onze monteur die kijkt de hele auto na, ook als de occasion niet bij ons is gekocht. Dus als u een auto bij iemand anders koopt, daarmee een proefrit maakt, dan komt er toch een heel verslag uitrollen met alle reparaties die u in de toekomst kunt verwachten. Hey, goedemorgen. Dit is eigenlijk een soort van toekomstvoorspelling. Wat de auto gaat doen in de aankomende tijd. Ja, een voor- en nadelenprofiel van deze wagen. De hele auto wordt nagekeken. En zo wordt een proefrit dus een echt examen. En hangt het van de auto af of hij slaagt of niet.